Heel lang geleden, in een koninkrijk hier heel ver vandaan, zat de koning in zak en as. Hij was oud en ziek en de schatkist was uitgeput. De koning maakte zich grote zorgen. Er was geen troonopvolger en hij voelde zijn einde naderen. Hij dacht lang en diep na over dit probleem, totdat hij een plan bedacht. En hij zei tegen zijn raadsheer: Degene die mij de grootste schat van het koninkrijk brengt, krijgt de hand van mijn enige dochter en zal mij opvolgen als koning. Laat dit weten door mijn hele koninkrijk en make it snappy. De raadsheer ging vlug als de wind aan de slag om het grote nieuws aan de man te brengen. Roderick Jan stapte zijn stamkroeg binnen en zag een pamflet aan de muur hangen die daar eerder nog niet hing. Hey, een pamflet! Nou, degene die mij de grootste schat van het koninkrijk brengt, krijgt de hand van mijn enige dochter en zal mij opvolgen als koning. Groetjes, de koning. Oh, als koning. Groetjes, de koning. Dit lijkt me best wel een prima idee eigenlijk. Hoewel, ik heb eigenlijk geen idee hoe... Wat is nou... Oei, 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 Roderick Jan. Iedereen weet dat de grootste schat uit het hele koninkrijk... Dat is op de top van de berg waar de reus woont die hem bewaakt. Wie weet dat nou niet? Want... School niet afgemaakt. Moeilijke jeugd. Ik denk, zo waar mijn naam Roderick Jan is met CK, besluit ik bij deze dat ik de volgende ochtend vertrek. Maar nu eerst een biertje. De volgende ochtend sloop Roderick Jan de stad uit door de stadsmuren en begaf zich naar de rand van het grote woud dat het koninkrijk omringde. Zo, lekker wandelingetje. Wat een heerlijk lenteweer. Zo, nou mooi bosje. Blij dat ik hier ben bij deze bosrand. Het woud was dicht begroeid. Het begon al rap donkerder te worden. Roderick Jan was echter niet bang en vol goede moed zette hij zijn beste beentje voort. Ik ben niet bang, niet voor de donkerte niet. Plots hoorde hij een vreemd geluid. Roderick Jan dook snel de struiken in om zich te verstoppen. Maar ik ben toch wel een beetje bang. Even verstoppen. Hij tuurde door de takken om te kijken waar het geluid vandaan kwam. What the fuck? Iets verderop zag hij een kabouter die lastig werd gevallen door een bandiet. Als dat maar goed zou komen, Roderick Jan twijfelde. Oh shit, wat is dat? Een kabouter? Met een bandiet? Moet ik hem helpen? Met een woeste kreet sprong Roderick Jan uit de bosjes. Hij verkocht de bandiet een dreun voor zijn hoofd. Bam. De boef schrok hier zo erg van dat hij de kabouter losliet en het hazenpad koos. Scheer je weg, vuile kabouterbandiet! De kabouter snikte nog wat na en droogde zijn tranen. Ik ben zo blij dat je mij gered hebt, Roderick Jan. Als dank heb ik hier voor jou 3 wonderbonen. Wonderbonen? Nou, dankjewel voor die wonderbonen van je. Wat doen ze? Niemand weet wat ze doen. Het is magisch, Roderick Jan. Veel succes met je quest, Roderick Jan. Roderick Jan stopte de toverbonen in zijn zak en keek om zich heen. In de verte zag hij de berg aan de horizon verschijnen. Hij vroeg zich af wat voor avonturen er nog meer op hem wachten en begon verder te lopen. Dit klinkt als het begin van een enorme avontuur, als ik het zo eens even zie. Nou, gelukkig heb ik toverbonen, dan kan ik altijd nog een jokertje inzetten.